Dit zijn leerlingen van basisschool De Lieve in Waarschoot die het bordspel De Lieve spelen. Het is een spel bedacht door Iris Hermie en Goedele Raas, twee afgestudeerde studenten van de Artevelde Hogeschool. Door het spelen van dit spel leren de leerlingen de geschiedenis van de waterloop. We werken eigenlijk al 3 jaar samen met de Artevelde Hogeschool en wij zijn eigenlijk de regionale organisaties rond het Meertjesland. Zij zitten het zo in elkaar. Er wordt aan de Artevelde Hogeschool het thema Meertjesland aangeboden. En leerlingen of studenten die geïnteresseerd zijn in het Meertjesland kunnen dus eigenlijk een jaar werken rond het Meertjesland. En dan bestaat eigenlijk meestal in dat er een thema wordt gekozen, specifiek over het Meertjesland. En dan wordt daar eigenlijk een spel rond ontwikkeld of een fietsroute of een wandelroute. Het is de bedoeling om eigenlijk met heel de klas samen een spel te spelen. Elk groepje zijn verdeeld in 4 groepjes. En de 4 groepjes nemen het tegen elkaar op, telkens voor een ander aantal munten en het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk bijleren door zelf te doen. Wat heb je nodig bij dit spel? Een klas, een begeleidend boekje, een geïmproviseerde dobbelsteen, 3 verschillende soorten kaarten met historische vragen over de Lieve. Luid voorlezen. Gedicht. Wat is een rapport? Kijk de tekening in het boek van professor Livinus aandachtig. Aandachtig, omschrijf de werking van een rapport. Er is heel veel tijd ingekropen en er heel veel over nagedacht. Maar eigenlijk ging dat wel tamelijk vlot. We hadden eerst het concept bedacht. En dat was, we gaan iets bijbrengen over het Lievekanaal. En we gaan dat doen aan de hand van, dit gaat het spel worden. En dan hebben wij de vragen nog erbij bedacht. We gaan vragen stellen over de geschiedenis, over natuur en over economie. Dat is wel belangrijk bij een cultureel erfgoed als historisch erfgoed eigenlijk als een kanaal. Ga eens gaan kijken wat er in de lading zit. Kijk baas, een vaas. En wat nog? Kijk baas, kleren. Hoeveel kost dat? 150 euro. Wordt het nu geïmplementeerd binnen een schoolpakket hier in het Meertjesland? Wel, het zal eigenlijk zo zijn dat het pakket bij het plattelandscentrum kan gereserveerd worden. En dan eigenlijk ook daar kan afgehaald worden door scholen. Verander ik daar geen huurgeld voor, enkele waarborg. En de scholen kunnen dat zeker 4 weken bijhouden. Dus, en na gebruik gaat dan terug naar het plattelandscentrum gebracht worden.